De problemen binnen het onderwijs gebeuren ten aanzien van het binnenland behoeven nu antwoord. Dit benadrukte de voorzitter van de Denktank Onderwijs Binnenland, Franklin Yabini, vandaag tijdens het onderwijscongres Binnenland in de ballroom van Hotel Torarica. Yabini meent dat er per vandaag een ommekeer is gebracht in het onderwijs gebeuren door open te staan voor een congres. Nanga alle respect. Tideu no konfu tak abra probleem. Tideu konfu suku piki. Tideu konfu ko suku fu cha wakenki kon. En au begin tide. Bikau alamala sab de probleem. Johnson mosoru taku alamala sab de probleem. Ma fu tide sawe aksi. Unos do jaso oposisi nanga koalisi. Unos do jaso buskondre nanga foto. Us do jaso lekstra nansma. Fu cha Piki kong tap de sanidi et trobui l'extra nansma. En so langa we do dati, we bribitaki usa apuwa bunte nanga makandra. Yabini geeft verder aan dat de handen ineengeslagen moeten worden om de problemen uiteindelijk op te lossen. Onderwijsminister Henry Ory vindt het congres belangrijk omdat er te einde raad een aanpak van de problemen binnen het onderwijs van het binnenland moet komen, door de inzichten van elkaar aan te horen. In het bijzonder voor onze kinderen die in de verafgelegen gebieden van ons land verblijven en niet dezelfde omstandigheden kennen als die van de stad. Dames en heren, bij mijn aanstelling als minister heb ik heel gauw het besluit genomen om te kijken naar een aantal aspecten. Je voelt het ook aan dat er inderdaad structurele oplossingen moeten komen voor het onderwijs in het binnenland. We hebben direct gezorgd voor het congres oktober 2023. En een van de typische cluster van problemen kwamen bij onderwijs binnenland, waar grote aandacht voor werd gevraagd. We hebben ook gemeend het congres te verslaan en een van de prioriteiten was: ga nou werken aan een specifieke specialistische discussie, congres over onderwijs binnenland. De minister merkt op dat de denktank onder leiding van professor Franklin Yabini het werk serieus heeft genomen. Hij vindt dat er veel gesproken moet worden over zaken die veranderd moeten worden.